Een jaar of 7. Er ging pianoles van een buurman, meneer De Haas uit Utrecht. En daar heb ik 2 jaar les van gehad. Toen had ik nog 10 goede vingers, toen kon ik nog Chopin redelijk spelen, Mozart. En toen ging de heer De Haas, moest helaas naar Utrecht. Hij kreeg een baan aangeboden voor dirigent. Nou, dat vond ik eigenlijk heel spijtig, want hij was een hele goede pianoleraar. En hij had tegen mij gezegd dat ik nooit meer mocht stoppen met piano spelen. En dat heb ik gelijk gehad, denk ik. Ik heb een vriend die met me lacht, met me speelt. Niet van mij verwacht en me nooit verveelt. Houdt van mij, laat me vrij, ik ben ik. Jij bent jij, onze vriendschap gaat nooit voorbij. Mijn naam is Ben Harpenau, ik ben geboren 13 februari 1965. Ik tel dus 46 jaar jonge levens. Ik heb de ziekte van Hunter, daarmee ben ik geboren. Houd van mij, laat me vrij, ik ben ik, jij bent jij. Onze vriendschap gaat nooit voorbij. In mijn lichaam mis ik een stofje. Een enzym heb ik niet. En dat enzym moet ervoor zorgen dat er afvalstoffen in mijn lichaam, maar overal, mijn vingers, vooral mijn vingers, mijn oren, mijn ogen, mijn gewrichten, die worden niet afgebroken. Die stapelen zich op. En doordat die suikers, die mucopolysacchariden, stapelen bij patiënten, krijgen patiënten vaak luchtwegproblemen. Het is hier allemaal wat forser dan anders. Slechthorendheid, slechtziendheid, stijfheid van mijn gewrichten. Een grote lever en een grote mild. Ook vaak zijn de hartkleppen verdikt, waardoor die vaak ook gaan lekken. Het is echt een spectrum van aandoeningen, want je hebt patiënten die heel ernstig zijn aangedaan en ook patiënten die pas meer geleidelijk symptomen krijgen en op volwassen leeftijd gewoon normaal kunnen functioneren, zoals bijvoorbeeld Ben Harpenau. De laatste jaar merk ik dat ik tijdens het pianospelen veel klachten krijg. Mijn vingers worden wat stijver, krommer. En door de ziekte van Hunter zijn mijn zenuwen ook door de opstapelingen aangetast. Ik kan het je even laten zien. Deze is hier helaas weggevallen. Dan heb ik ook hier. Maar hier ben ik gelukkig geopereerd, waardoor ik nog 2 vingers heb om te spelen. Maar het wordt allemaal wat krommer. Klauwhanden heet dat in de hunterologie. Dat zie je ook wel, dat klauwhanden. Dus het wordt ietsje minder.
Maar ik hoop dat ik zo blijf, waardoor ik nog met deze twee vingers en nog met deze vinger nog kan spelen. Maar ik moet goed mijn tijd indelen nu. Vanavond is het een soort geboorteplaats van mijn muziek, maar misschien ook dieper gekeken in mijn ziel. Dit is nou die ik ben, wat ik vanavond laat zien. Mijn ziel. Dit is wel de essentie van muziek. Dit is de essentie van iemand zoals je een kind een tekening ziet maken met de tong tussen de tanden zo. Al kinderen voelen zich niet geobserveerd, dus die doen niet hun best. Die staan gewoon, die zijn bezig om iets te doen. Zo zag ik hem spelen. En ik denk, dit is precies waar het muziek over moet gaan. Ik heb ook een broer gehad, de oudste broer, Tom. Die had ook de ziekte van Hunter. Dus in onze gezin hadden we er twee. Ton heb ik niet echt van dichtbij mee kunnen maken. Ton, ik was vrij jong. Ik was 13, 14 toen Ton overleden. Zat ik in de puberteit. En Ton was al veel ouder dan 25. Ook het ouder zijn dat je zo'n kind hebt. Ben je dag en nacht ben je bezig. Met de verzorging. En je doet het als vader en moeder. Mijn moeder heeft het ook gedaan. Ben altijd hoesten, altijd open. Is er altijd klaar voor me. En mijn vader die altijd maar verzorgd dat ik hoor te stellen had. En brillen had. En altijd maar zorgde dat ik er goed vanaf kwam. Natuurlijk hebben zij in stilte pijn en verdriet gehad. En ze hebben natuurlijk een kind verloren door deze ziekte. Maar ik denk dat Ton vanuit boven, hoe dat ook zich naar beneden kijkt en ontzettend intens meegeniet met hetgeen wat ik doe, omdat ik ook de ziekte van Hunter heb. En ik denk dat hij daar waarschijnlijk ook in meegroeit, ook in die muziek wat hij ziet. Dus. Ik heb natuurlijk maar die twee, drie vingers ter beschikking. En dat klinkt het wel mooi, maar het lijkt me zo waanzinnig, waanzinnig mooi. Aan dat gevoel wat ik voel, tot uiting gebracht wordt via orkest en via zang. Ik heb dat gevoel al. Ik wil dat gevoel ook heel graag met andere mensen via mijn muziek delen. Ja, dat klopt. En dat vind ik zo mooi. Het zit in jou en met je muziek breng je het naar buiten. En nu wil je het nog vergroten. En wat ik ook bijzonder vind, jij hebt alle reden om te zeggen dat het niet kan. Je hebt een beperking, je kent die beroemde mensen niet, noem maar op. Je zou kunnen zeggen, ja, dat gaat mij nooit lukken. En toch heb je die droom en spreek je hem uit. En ziet het er nou uit dat het nou misschien gaat lukken. En dat vind ik mooi, omdat jij hier maar een voorbeeld bent voor heel veel andere mensen die graag iets willen. En die denken, ja, het kan niet, want dit en want dat. Er is geen excuus. Nee. Er is geen excuus, we gaan het gewoon doen. Ja. Ja, dat is te gek. Tessa, ga je mee? Kom. Ja. Kom. Tot zo. Muziek betekent heel, heel veel voor mij. Muziek geeft mij het gevoel
dat ik ergens thuis ben. Een gevoel van veiligheid. Van verbondenheid. Muziek spreekt eigenlijk direct door het hart zonder woorden voor mij. Muziek is voor mij ziel. En dat geeft mij het gevoel weer... Ja, dat ook ik... een persoon die jarenlang altijd naar het ego gestreefd heeft... ook een hart heb, een goedigheid heb, een ziel heb, gevoel heeft, liefde heeft in zichzelf. En dat ik daarna moet luisteren. En dat zegt muziek heel veel voor mij. Nou, dat vond ik wel een goeie eigenlijk. Hè? De allergrootste passie is muziek maken en muziek spelen. En eigenlijk hetzelfde gevoel wat ik bij muziek heb, heb ik ook bij het uitlaten van andere honden. Ik heb ook een eigen hondenuitlaatdienst. Ik haal honden van andere mensen op met mijn autootje en ik ga een uurtje tot anderhalf uurtje wandelen met ze in een park. Dan doe ik een anderhalf uur en dan breng ik die weer naar huis. Maar ik ben een heerlijke dag uit, lekker in de natuur. Met mensen om me heen, honden om me heen. Het is gewoon heerlijk werk, is het. We zijn in Rotterdam om te kijken wat de resultaten zijn van mijn onderzoeken. Een algehele check-up van mijn lichaam. En we gaan kijken naar de resultaten. Waarom heb ik dit onderzoek gedaan? Omdat ik de laatste tijd toch merk dat ik wat stijver word. En ik hoop dat de resultaten goed zijn. Dus vol verwachting klopt mijn hart. Ik ga nu dus naar professor Dr. Ans van der Ploeg. Ja, hier moet ik zijn. Hoi. Dag Ben. Hoi dokter. Welkom. Dankjewel. Ga zitten. Dankjewel. Goed zo? Zegt u? Goed zo, zei ik. Goed zo, ja. Jawel hoor. Je komt vandaag om de uitslagen te bespreken van dat onderzoek. Het was een algemene check-up na zoveel jaren. Ja. Ik heb wel momenten dat ik denk, ik ga het vertammen. Wat een gekloot zit. Klotenving, maar ik ga niet. De ziekte van Hunter zelf is hetgeen wat ik heb losgelaten. Het is het lichaam wat ik heb. Dat draag ik mee. Ten goede, ten kwade, dat maak je er zelf van. Het is meer het lichaam. Het is net een oude auto. Een oude auto die functioneert ook niet meer. Dan ga ik ook niet kijken, dat klote auto. Nee, het auto is oud, functioneert niet meer goed. Nou, daar moet je voorzichtig mee zijn. Goed verzorgen. Eigenlijk, als ik kijk naar de inhoud van je longen, is die wel oké. Je hebt ongeveer een longfunctie die 83% is van normaal. Oh, goed zo. En wij zeggen over het algemeen dat boven 80% van normaal vinden we oké. Nou, goed zo. Maar wat wel opvalt, is dat je uitademing beperkt is. De ziekte van Hunter heb ik. Misschien dankzij de ziekte van Hunter heb ik ver mogen leren. Ja, en dan word ik emotioneel en dan weer. Dan ga ik lachen dat ik mijn karaktereigenschap heb. Dan wil ik het wegduwen. Dan ben je verder ook bij de cardioloog geweest. Ja. Wat de cardioloog ziet, is dat één klep tussen je boezems en je kamers wat lekt. Maar dat is minimaal. Dat is niet heel ernstig. En als we dat gewoon één keer per jaar vervolgen, dan is dat oké. Dan ben je verder bij de oogarts geweest. Die ziet dat er een loslating is van het netvlies aan de rechterkant. Ik heb veel gevloekt ook, en veel gescholden natuurlijk. En nu ik het aanvaard heb,
en los heb gelaten en God dankbaar ben. Natuurlijk zijn er nog tijd momenten waarvan ik denk, verdomme, had ik aan die vinger dat ik mooi Chopin kunnen spelen. Maar dan komt er bij mij een gedachte, ja, maar misschien juist doordat je die beperking hebt, kan je juist zo mooi piano spelen. Nee, ik ben blij met deze resultaat. Ik ben blij dat ik het wel gedaan heb, al zat ik er heel erg tegenop. Ik hou absoluut niet meer van. Ik heb zoveel ziekenhuiservaringen meegemaakt. Mijn lichaam kan er niet zo goed tegen meer. Maar ik heb gezegd, nou ja, doe maar een algehele check-up. Ik neem zo'n autootje even laten nakijken of misschien. Nou, dat valt gelukkig allemaal reuze mee. Dus ik kan nog een aantal jaren te goed. Oké, hartstikke goed. Toch? Hoop ik. Dat moet Ben zijn. Dag Ben. Dag meneer Bakker. Leuk om je eindelijk eens te ontmoeten. Goed zo. Ja. Ik heb wat meegenomen. Heb je wat meegenomen? Ik heb gehoord dat je dit erg lekker vindt. Oh jee, word je er dik van? Nou ja, waarschijnlijk wel, hè? Niet, denk ik. Oh, het ziet er wel heel lekker uit. Wat me heel erg opviel was het levenslustige van Ben. Want ik zou me kunnen voorstellen, als je toch die ziekte hebt, dat je de boel wel laat hangen. Hè? Dat je denkt, van, nou, want er zijn toch wel heel veel problemen in je leven die je tegenkomt. Maar gewoon, hij geniet ervan en hij is levenslustig. Het was meteen een heel positief beeld wat ik van hem had. Krachtig. Oh, wat lekker. Appeltaart. Ja, hartstikke bedankt. Lekker. Goed zo, lekker. Graag gedaan. Dus je ontmoet in mijn korps gewoon. Meer dan ik verwacht had. Dat is prachtig. Ik heb de muziek gekregen. Ja, behalve ik ben maar een leek hoor. Ja, kijk. Ik zal je even uitleggen wat ik bedoel dan. Kom eens even op de stoel zitten, bij mij, als je wil. Ja. Want ik heb inderdaad wel wat uitleg van je nodig. Ja, precies. Ik heb natuurlijk geen compositieleer gehad. Nee. Ik heb geen harmonieleer gehad. Ik ben eigenlijk, heb ik toen een tijd vroeger van iemand akkoordenschema geleerd, ja. Dat je bijvoorbeeld in de C, ja. Dat je 1, 3, 5. De C. Nou, en in die E, ja. Dat je weer E mineur. Precies. Want je kan naar een A eigenlijk. Ja, precies. En zo ben ik vanuit mezelf dus gaan componeren en gewoon achter de piano en liedjes gaan maken. Heel basaal. Ja. En, maar dat vind ik het mooie. Bij mij gaat het niet zozeer om geweldige akkoorden. Bij mij gaat het meer om dat gevoel. Ja. Het hart moet spreken, ja. En dan, ja, mag ik je even voor? Ja, graag. Je krijgt alweer de kriebels, ik wil graag het even. Ja, die vleugel, hè. Kijk, ik zal je laten. Ja. Kijk, het is gewoon heel simpel, het is een F-akkoord. Ja. Precies, geen mineur. Nee. C septiem. Ja, precies. En dan ga je terug naar. Naar F. Precies. Ik heb een vriend. We hebben lacht. We hebben speeld. Niet van mij verwacht. En me nooit verveeld. Ja, precies. Kijk, nou begin ik het ook een beetje beter te begrijpen. Nee, dat nou, dacht ik jou. Maar je vindt het niet erg als ik het een beetje uitbreid. Dat wil ik. Ja. Mag ik je een voorbeeldje geven? Ik heb je zakdoekje van de. Een zakdoek? Nee hoor, nee. Giet weer het wel. Ga gelijk. Kijk, want ik kan natuurlijk dan dat F-akkoord. Ik hou gewoon diezelfde akkoord als jij aan. Dan hou je toch hetzelfde gevoel, toch? Waarom? Maar ik begrijp voor een muzikant dat het niet met
tante, die zegt die sopraan, die vindt wel af en toe leuk om er een ander moeilijk akkoord tussendoor te gooien. Ja, of, weet je hoe ik het noem? Ik noem het peper en zout. Nou, precies. Je moet er een beetje peper en zout. Dus kijk, als je zo'n F-akkoord hebt, hè, dan kan je ook dit. Ja, precies. Ja, die. Dat is peper. Ik ben doof, maar ik hoor hem wel. Die. Prachtig! Ja, echt prachtig! Als je de enthousiasme van hem ziet en ja, hoe hij met die muziek bezig is en hoe het al klikte tussen ons twee, want dat moet je ook nog maar afwachten natuurlijk. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Dit is wat ik wil. Zo wil ik mijn muziek eigenlijk ook maken. Op zo'n mooie manier met 10 vingers en... Mooi! Je zingt het heel vrij over de maten heen, maar het is wel vrij exact genoteerd. Maar dat is ja maar moeilijk, mijn muziek is moeilijk op papier te schrijven, omdat het vanuit het hart gaat. En mijn hart, ja, er is geen begrenzing. Nee. Dus kijk van... Kijk, als ik namelijk zo, speel... En dan moet je eigenlijk al even pauze houden. Ja, precies. Dus zing het nog eens als je wil? Ja, het is moeilijk wat ik... Ja, gaan we staan. Dat, dit E mineur, ja, A mineur. Ja, dus... Ja, klopt. Komt hier. Le soleil, le chien, le chien bleu. Ja. Je weet waar ik heen wil gaan, ja. Precies wat ik bedoel, ja. Prachtig, prachtig koor. Kun je even kijken? Ja, ga maar. Heel veel liedjes geschreven. Ja. Ik heb ze allemaal doorgenomen. En wat me opviel is dat er een aantal thema's steeds terugkomen. En eigenlijk zijn dat liefde, vriendschap en eenzaamheid. Ja, klopt. Dat zijn de thema's die inderdaad in mijn leven terugkomen. Heb jij je vaak eenzaam gevoeld? Ja, dat is wel een hele directe vraag. Dat vergeet ik liever. Maar nou je het erover hebt. Ja, tuurlijk. Je bent anders. Je hoort niet bij de normale... samenleving, normale mensen, normale vrienden. En dan voel je je wel eens heel erg eenzaam. En pijnlijk en verdrietig. En dan ga je allerlei dingen doen om toch erbij te horen. Je aanpassen, de waardering zoeken, de erkenning zoeken. Maar in dat eenzaam ben ik heel veel geweest. Ja. En is dat dat plekje heel diep in jou, waar jij nu ook je inspiratie uit putt voor je mooie, voor je mooie songteksten? Dat heb ik heel goed gevoeld, Esther. En als je nou zou mogen ruilen, dan staat hier nou heel mooie... Maar God zou zeggen tegen mij van je krijgt een goed lichaam, maar je krijgt niet meer dat hart en dat gevoel, wat zou je nou kiezen? Nee, ik wil ontwikkelen. Door dit lichaam ontwikkel ik gewoon veel sneller. En ik kan andere mensen blij maken en helpen. Ik denk dat daar mijn kracht zit.
Ja, kom erin. Het is niet waar. Ah, dag Stef. Mag ik nog Stef zeggen? Ja, dat zal wel zijn. Hoi. Kom erbij zitten. Ja, nu zie ik u in levende lijven. In levende lijven? In levende lijven. Ik had gisteren, wat zat ik door je teksten heen te gaan? Want herkenbaar, jij bent de snoodaard die mij hier gebracht heeft en deze prachtige locatie, samen met Cor. Goed, hè? Ja. Ik ben altijd in voor avonturen. Ze belden mij, want ik woon eigenlijk voor het grootste deel nu in Kaapstad. Dus zo gebeurde het. In Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika. En daar vind ik het te gek dat je er bent. Maar ik zit dus aan de tafel, Ben, en ik krijg een telefoon uit Nederland en er vragen ze dat. En ik telefoon? Ja, via telefoon vragen ze zo van, weet je, van een of andere gast die tekst heeft geschreven. En ik doe dat nooit eigenlijk, omdat, niet uit principe, maar meer omdat het soms heel lastig is. Maar toen vertellen ze dat verhaal en toen begon het bij mij, werd ik nieuwsgierig. Ja, dat is leuk, ja. He? Ik denk, wat voor figuur is dat? En ook die combinatie met Cor en iemand die... Kijk, want ik ben geen zanger, zoals jij dat ook waarschijnlijk. Ik bedoel, als ik piano zit te spelen of je begint te zingen, zing je uit de noodzaak om geluid te maken. Ja. Om je te uiten. Ja, om het te uiten. Ik ben nooit een zanger geweest, vandaar dat ik twijfelde die het hele verzameld werk van Cole Porter of van Tom Waits of van Bruce Springsteen gaat zingen. Ja. Ik ben geen technische zanger. Nee, dat weet ik. Dat maar toen ik dat verhaal hoorde, dacht ik, volgens mij moet ik daar maar eens mee samenkomen met die rare vogel. Maar die rare vogel? En vind je maar een rare vogel? Gelukkig wel, ja. Of wel? Met andere vogels verkeer ik niet, hoor. Waarom deed je het niet artistiek? Nee. Je moet toch met mensen samenkomen in je leven die... We hebben net een zoontje. Zijn muzikale hart vind ik belangrijk. Ja, maar we hebben net een zoontje en ik zeg altijd tegen mijn vrouw dat mannetje moet geconfronteerd worden met types zoals jij, mafkezen. Mensen die authentiek zijn, die voor iets gaan. Die, nee, maar jij bedoelt dat is toch hetzelfde rare. Mafkeportief, hè? Ja, maar in de goede zin, hè? Ja, snap ik ook wel. Ja. Mensen die iemand zijn waardoor hij zoiets heeft, hé. Op zijn Vlaamse zegt, het is een schone mens. Het is een schone mens. Dus dan kun je ook... dan kun je daar iets mee. Als het iemand zou zijn met valse ambities, die Cor Bakker en Stef Bos hier wil hebben om ten meerdere eer en glorie van hemzelf, zou het niet werken. Maar hij maakt ook de dingen ter meerdere eer en glorie van de liefde en het leven. En dat is ook waar het over gaat. En dat is wat je soms als professionele, tussen aanhalingstekens, muzikant wel eens verliest onderweg. Ik wil heel graag het mooie, het warme in mezelf koesteren. Dat is omdat ik het eigenlijk nooit krijg, echt. En nou moet ik dat delen. En dan raak ik het als het ware in mijn gedachten, dan denk ik dat ik het kwijtraak. Maar misschien is in intentie de bedoeling dat het gevoel juist gedeeld moet worden, waardoor andere mensen weer geraakt kunnen worden. En misschien krijg ik daar weer iets moois voor terug, maar dat heb ik nooit echt zo ervaren nog. Daarom stemt het mij. Blij, prachtig, grandioos vind ik het. Maar ook weer verdrietig dat ik er afstand van moet nemen. Maar misschien komt er wel iets moois voor terug. Ik zeg het allemaal in die wijsheden in die boeken. Het is zover. Ja. De nieuwe Ben. De nieuwe Ben, een mooie overhemd. Gaan we even aankleden. Gestreken en gewassen. Gestoomd. Speciaal voor de film. Mooi. Zo. Ah. Zo. Zal ik je eens even aankleden? Ja, aan het knoopje, dat kan ik niet. Ik zat dus echt naast Ben en iedere keer als er iets bijzonders op het podium gebeurde, dan keek ik automatisch naar Ben en dan zag ik hem of lachen of inderdaad de tranen over zijn wangen biggelen. En in één keer pakte hij mijn hand vast en hij zat gewoon te trillen en
Gewoon de spanning die zich opbouwt in zo'n lichaam, maar een mooie spanning. Ce matin, le soleil, les chiens, le ciel bleu, nous deux, je t'aime. Le sourire, le cœur courageux, le Dieu sacré, la paix, la liberté. L'amour, tous les jours et toute la nuit. L'amour, l'amener, oui. L'amour, tous les jours, toute la nuit. Allez, chaud. Ik ervoer het gewoon als het geboren worden van mij. Iets wat ik altijd voor mezelf heb gehouden, alleen willen spelen. Voor jou alleen of voor die alleen, maar het toch voor mijzelf houden. En nou is het gedeeld. Ik kan niet meer, alles zeer, machteloos, moedeloos. Kan niet meer, voel mij uitgedoofd. Ik kan niet meer, lach niet meer, stroom niet meer, bewegingsloos. Ik voel mij soms hulpeloos. Ik werd ook heel blij dat Esther naast me zat. Ja, nou, toen ben ik nou ook. Dan kon ik even een handje vasthouden. En ik heb geen vrouw natuurlijk. Niemand aan mij zei, niemand houdt van mij. Eenzaam zijn, liefdeloos, kan niet meer. Uitzichtloos. Emotioneel werd ik. En dat voelde Esther ook. En dan heb ik even, en ze hield ook mijn handje vast. En dat vond ik ook gewoon heel prettig. En dat maakt het voor mij ook een stukje compleet. Geef mij moed, maak mij blij. Meer en meer al twijfel ik ook keer op keer. Doe mij goed en hou van mij. Je zei dat ooit tegen mij, ik denk Ramses, Shaffi, je moet zingen wie je bent. Je moet zijn wie je bent, met zo iemand. Want Ben is iemand, dat ontdekte ik ook vanmiddag toen ik hem voor de eerste keer ontmoette. Die dwars door je heen kan kijken, hoor. Oh, ja. Je moet daar geen spelletjes mee spelen. Nee. En dat is het fijne aan zo'n avond, dat je, als je daarvoor openstaat, als je daarin meegaat, en ook wat we, hè, zo muzikaal en textueel wat er gebeurde, er was eigenlijk weinig afgesproken, hoor. Ja. Dat is elkaar vertrouwen en gaan, omdat je voelt van, dat klopt met die man. Als we hier een gelikte show in elkaar zouden steken, dit is een ruwe diamant, die Ben. Weet je, daar moet je niet aan gaan zitten slijpen. Klein kereltje. Ik hou van jou. Dit nummer is opgedragen voor Ton, mijn broer die ook de ziekte van Hunter had. En ik weet zeker dat hij bij me is.
Ik vind ook dat hij te gek zingt. Vind ik echt. Die stem, ja. Ja, ik hou daarvan. Zo, zo een soort rauwheid. Ja. Waar ik al 20 jaar voor probeer te roken. Hè? De ene sigaret naar die andere, maar ik heb hem nog niet. Solo de Corbacher. Ah, merveilleux. L'amour. La Muni. Ah oui. L'amour. Blij. Je moet leren om blij te zijn. Ik ben zo blij voor je binnen. Ik ben zo trots op je, echt. Nee? Heel goed. Morgen ga ik werken! Met Adi, Indy, met allemaal hondenkinderen. En daar kijk ik eigenlijk weer heel erg naar uit. Dus als jullie me zien, hondjes, Ben komt morgen weer. Echt waar. Eddie. Indy. Love you.